De taskforce die georganiseerde hennepcriminaliteit in Brabant onderzoekt, is dinsdag bezig met een actie in de Bossenwijk Hambaken. Er zijn al op een aantal plaatsen wietplantages gevonden. Meerdere auto's zijn weggesleept en in beslag genomen. De wijk is niet afgesloten geweest, maar er vonden wel politiecontroles plaats op de toegangswegen. De auto's werden vooral weggesleept rondom de straat Smaragd. In een van de binnengevallen huizen werd op zolder een plantage met 150 tot 200 planten gevonden. De aangetroffen wietplantages werden meteen ontmanteld en de gevonden hennep werd meteen vernietigd. Dat gebeurde op de parkeerplaats bij de sporthal in de wijk, waar de politie een werkplek met een keet en diverse containers had ingericht. Er werden in totaal 19 huizen doorzocht. Dit gebeurde door zo'n 150 mensen van de politie, gemeente, justitie, belastingdienst en het energiebedrijf. Ze gaan op zoek naar illegale hennepkweek, uitkeringsfraude en aanverwante activiteiten. Volgens een gemeentewoordvoerder heeft de taskforce veel vooronderzoek gedaan voordat besloten werd tot deze actiedag. 19 huizen is een groot aantal. De wijk Hambaken is een aandachtsgebied. Ook in de bos blijft huisteelt helaas plaatsvinden. De taskforce die georganiseerde criminaliteit in Brabant bestrijdt is nu iets meer dan een jaar bezig. Eerder vonden er al grote acties in Brabant plaats. De eenheid heeft tot nu toe 4 miljoen euro crimineel geld boven tafel gebracht en er zijn 1200 verdachten aangehouden en 800 hennepkwekerijen geruimd. De taskforce wordt dan ook gezien als groot succes.